Je gaat mis, 100%. Je weet wie de is. How are you? Good? Is it possible to give your magic gloves? Yeah, of course. Als je deze wilt winnen, de handschoenen van André Onana, wat je moet doen is heel simpel. Je moet geabonneerd zijn, like deze video en laat in de comments achter waarom jij deze handschoenen verdient. Ik heb dus 3 penalties genomen. Ik heb gemist bij Jeroen Zoet van PSV. Ik heb gescoord bij Bizot, de keeper van AZ. En ik heb gescoord bij Kenneth Vermeer, de keeper van Feyenoord. Dat betekent dat ik dus 2 penalties heb gescoord. En de challenge was binnen de week 7 penalties scoren bij verschillende eredivisie keepers. Deze challenge was ingestuurd door Ali. En zoals je weet heeft hij een Touzani trainingspak gewonnen. Wil je nou ook zo'n pak cadeau krijgen? Laat dan een originele challenge die ik moet uitvoeren achter in de comments. En als ik die uitkies, dan krijg jij van mij een cadeautje. 3, 2, 1, jump. Dump it, jump it, thump it, jump it, thump it, jump it. Very good. Trouwens, dit is wel een lastige challenge. Ik moet met allemaal verschillende keepers, verspreid over het hele land, afspraken maken. En dat is niet makkelijk. Ik moet misschien wel meer dan 1000 kilometer in totaal rijden. Dat is een lange weg. Maar waar een wil is, is een weg. En dat is nu naar Heerenveen. De keeper Warner Haan. Good luck, amigo. De mars van de arm, man. Wat is dat? Een pakken. Ja? Ik ben benieuwd, man. We gaan zien. Je bent groter dan ik dacht. Ja. We gaan zien. Voor je kijkers. Hij is er, hoor. Papito is warm. Maar de vraag is hij warm genoeg? Ik heb 2 uur gereisd om te zitten naast de one and only keeper van SC Heerenveen. 26 jaar, Warner Haan, a.k.a. King Kong. Ik zag King Kong ergens voorbij komen. Ja man, klopt. Die bijnaam heb ik gekregen van Ron Jans, man, toen nog bij PEC Zwolle was. Groot toch, groot in die goal, man. Ga je penalty pakken, dus vandaar. Wow, kom maar, kom tuurlijk, maar. Tuurlijk, sowieso. 26 jaar, keeper gaat meestal wel tot midden, eind 30 mee. Is er nog iets waarvan je denkt, ja, daar zou ik nog toch wel... Ja, weet je wat het vooral is? Ik ben veel geblesseerd geweest. Hè. Ik heb mijn kruisbanden gescheurd, schouders uit de kom geweest. Ik wil gewoon fit blijven, man. Ik heb in totaal ook al 3 jaar gemist. Ja, dat doet pijn, man. Dat voelt echt als gemiste jaren. Kon je daar wat aan doen? Of is het gewoon echt pech? Nee, ja, het is ook gewoon pech. Weet je toch, je wil blijven voetballen, maar als je geblesseerd bent, kom je erachter hoe mooi het echt is. Dus voorlopig is het gewoon fit blijven en genieten, man. Dus zeg maar, de gym is jouw tweede huis? Ik ben er wel heel veel geweest, man. Is goed? Oké. Ze zeggen dat keepers gek zijn. Ben je lok op? Als iemand die bal van dichtbij zo hard schiet en je duikt ervoor, dan ben je gek. Dan moet je in principe wel een beetje gek zijn, toch? Ik heb wel gehoord dat je keeper was geworden omdat je altijd als laatste werd gekozen en je moest altijd op goal staan. Nee, maar helemaal verkeerd. Ik deed altijd basketbal, judo, allemaal andere dingen die mijn vrienden deden. Maar op een gegeven moment, zaterdagochtend, dacht ik, nu wil ik echt met mijn matties voetballen. Dus toen kwamen matties, zat in een team. Alexandria 66 in Rotterdam. En toen, was nog maar 1 plek over. Dus ik mag niet. Ik ga gewoon op mijn matties voetballen op zaterdag. En zodoende, man. Ik ben nooit meer eruit gegaan. Ben je een penalty killer? Op training heb ik wel vaak penalties gepakt. In de competitie niet zo heel veel. Het laatste van Tadic eentje. Ben jij een penalty specialist? Soms. Een goed geschoten penalty wordt altijd erin te gaan. Ja. Dus de druk ligt eigenlijk bij de speler. Keeper dat mag hem tegenhouden. Precies, dat wel. Dus de druk ligt eigenlijk bij jou. Wat gaan we erop zetten? Piekje op de op. Gewoon simpel. Is goed. Stel daar. Ja, man. Je bent gekeken, dat is fout. Moet je nog hakkenbillen doen of zo? Knieën echt op. Ja, man. Waarom wordt dat? Ready? Ben er klaar voor. Druk gaat omhoog. Druk gaat omhoog, papito. Thank you.
Scheiße! We gaan naar Oslo, man. Oei. Ik sta daar, ik heb het gevoel dat ik hem niet hard heb geschoten. Nee. Hij was niet hard. Dat was mijn vaste hoek, maar op een gegeven moment, ik zag dat je die een beetje open liet. En ik dacht, misschien had je dat niet door. En ik dacht van, hij wil mijn flash, dat ik hem daar ga schieten. En uiteindelijk heb ik alsnog mijn eigen keuze gemaakt om hem links te schieten. Maar tijdens dat ik hem losliet, dacht ik, er zit geen power achter, man. Wat was jou, hoe heb jij dit benaderd? Hoe heb jij het geanalyseerd? Dat niet. Ik ga gewoon staan, ik wacht. Soms sta ik een klein beetje links, soms sta ik een klein beetje rechts. Het gaat er alleen maar om dat jij gaat twijfelen, toch? Want wat ik zeg, als je hem goed schiet, scoor je 100%. Hoe lang heb je gereden? Ik heb 2 uur gereden om een penalty te missen bij Mr. Haan. A.k.a. King Kong. A.k.a. groter dan 1,90 meter. A.k.a. kapot harde vingers. Begin die piek te geven. Zie je? Wel gewoon met respect. Dit, je hebt zeg maar hoe ik die bal raakte, zo raakte hij ook mijn oor. Geen probleem. Ik vond het vet dat je weggekomen bent. Ja? Thanks, man. Zeker. Ja, ik wil nog wel even oefenen. Mag dat? Ik moet zo meteen weer een penalty nemen. Naar wie moet je? Ik moet naar Pat. Ik heb trouwens, hij is nog groter dan ik ben, hè? Ik ga nu zeg maar last minute kiezen waar ik ga schieten. Roezoet gaf zijn keepers handschoenen weg en er is massaal gereageerd, maar er kan maar 1 de winnaar zijn en die komt nu in beeld. Ik sta naast Sergio Vincenzo Roberto Pat. Klopt dat? Heb je huiswerk goed gedaan, ja. Waar komt die naam vandaan? Mijn eerste naam is Sergio, is ook al Italiaans. Mijn moeder is half Italiaans. En blijkbaar had die wat iets meer invloed op de naam dan mijn vader. En die heeft ervoor gekozen om Italiaanse namen te verkiezen. Met de Nederlandse achternaam eigenlijk van mijn vader. Drink je koffie? Ik drink koffie, ja. Ja, ik heb gehoord dat je koffie nodig had. Want jij kon niet slapen, omdat je tegen mij moest. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Dat doe ik ook altijd als ik hier de penalties in de Eredivisie krijg. Hè. Kijk je altijd wie zijn de mogelijke nemers? Vandaag ben jij dat. Dus ik heb mijn huiswerk misschien wel goed gedaan. Je bedoelt geen huiswerk, want er is niks. Wie zegt dat? Misschien ben je wel eens ergens anders geweest dan. Heb jij gewoon andere keepers op? Misschien. Zal ik je 1 ding zeggen? Dat ga je niet verklappen van tevoren. Oké, ik ga 1 ding zeggen. I don't care. Want eerlijk, I care. En waarom? Als jij andere keepers hebt gebeld om te vragen hoe ik hem heb genomen, dan voel ik me wel vereerd. Want dan neem je mij serieus. Ja, jou neem ik ook serieus. Gelukkig is het 11 meter, kan je niet door mijn benen schieten, want dat heb ik je ook wel vaak genoeg zien doen. Heb je wel eens een panenka gekregen? Toevallig afgelopen week nog op de training. Hoe voel je dat? Ja, dan voel ik me wel heel klein. Dus ik weet dat jij dat ook in je hebt om dat te doen. Ik ga niet te veel informatie weggeven wat ik vandaag doe, maar dan voel je je niet heel fijn. Je laatste penalties, hoe zijn die gegaan? Ja, dan heb je geluk, want de laatste tijd zit ik er niet zo lekker in qua penalties. Dit seizoen 2 penalties tegen, 2 erin. Nou, je hebt betere kaarten. We gaan beginnen, man. Ik heb handschoenen niet nodig voor jou. Ben je serieus? Ik denk eigenlijk, als hij een pak zonder handschoenen, dan stop ik mijn YouTube kanaal. Nee. Je bent groot, man. Te veel laat ik iets anders, hè? Maar ik wil iets anders zeggen. Je bent groot. Voor niks. Je hoeft geen hoge bal te pakken of zo. Die lengte heb ik misschien wel nodig voor zometeen. Als ik me laat vallen. Moet je niet eens naar de wc of zo? Ben je hier gevaren? Hij is te veel. Nee, niet moet. Links of rechts? Links. Opzet. Ja, is goed. Opzet. Zie je vanavond. Ik zie je gauw. Ja, is goed. Hoi. Hey, ciao. Niemand mij. Ik heb wat tips gekregen. Oh man. Maar jij weet niet welke tip hij heeft gegeven. Ik heb het al met hem besproken net. Wat een vooractie, hoor. Zag je hem zo met die nek? Huts. Iedereen is huts. Je bent irritant, man. Spanning stijgt. Dankjewel. Wil mij snel naar beneden, want ik mag even voelen. Maar rustig. Hij wil mij snel laten, hij wil mijn flesje. Dat zeg ik dan. Ik ben aan het twijfelen. Moet ik nou een hoek kiezen of moet ik wachten? Oké, this is the moment.
Oei. Ja, mijn vraag is eigenlijk gelijk. Wat ging er door jouw hoofd? Dan ga ik mijn tactiek vertellen. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje denkt van... Ja, je gaat hem gewoon proberen te stiften. Of je doet iets geks achter het standbeen. Dat was mijn idee helemaal. En ik dacht van ja, volgens mij heb je wel wat mensen die jouw kanaal bekijken. Zo wil ik niet in het nieuws komen. Ik ben wel een keer slecht in het nieuws gekomen met iets heel anders. Gaan we niet over hebben, gaan we niet over hebben. Nee, dat was mijn idee. Je bent wel met OV gekomen trouwens. Ik moet zeggen, ik heb ook stiekem mijn kwaliteiten. Kom maar. Gelijk al of? Zeg maar. Duiten toch? Als hij dit al erin schiet, ik ga weg geen penalty laten nemen. Ben je gek? Is gelijk kraak. Lamproen is net klaar met trainen, dus ik ga ook even een penalty bij Lamproen nemen. My man! Hoe is die man? Is het met jou? Ja, goed. Je hebt een heel apparaat om je heen. Of heb je een kogelvrij vest? We zijn even geen vrienden meer, ik noem je nu Malakka. Dat is Grieks toch? Ja, is Grieks. Wat betekent dat eigenlijk? Mafjees. Oh man! Oké. Kom allemaal spelers kijken, die druk is hoog, man. Wow. Vamos. Hey, applaus, dankjewel. Nee, nog geen applaus. Spelen moet hem eigenlijk altijd scoren, zeker zonder stadiondruk. Mee eens? Volledig mee eens. Je bent geen Malakka meer, dankjewel, man. Nee, man, nee, ik ook bedankt, man. Ja, sorry. Helaas, niet gepakt. Je had hem bijna, man. Bijna, maar bijna is niks, hè. Hey, Hekki. Hij heeft meer skills dan jou, man. Dankjewel, geen dag. Vertrouwen van Ziyech moet je hebben. Van hem moet je vertrouwen krijgen. Je gaat mis, 100%. Je weet wie er is. Alleen die van mij kon je niet stoppen. Amen. Ik zit naast André Onana. Pas 22 jaar. Speelde bij FC Barcelona en nu bij Ajax. En wordt door velen gezien als een van de meest talentvolle keepers van de wereld. My man, did you like my introduction? You understand a little bit? Yeah. Do you have some Dutch words? Or? Yeah, I do have, but it's better to do in English for me. Are you a penalty killer? I would say no, but some people are saying yes. How do you prepare a penalty? For example, if you play against Feyenoord or PSV, how do you prepare yourself? Those games are more easy to play because, like yesterday, we have to know. Yesterday was the game Feyenoord against Ajax. Yeah, yesterday we had game we played against Feyenoord and. If the penalty happens, it's easier for me because his big game, he have pressure, not me. So I just try to be calm because I don't have nothing to lose there. It's a penalty, it's almost gold. So for him, he have to score. So I just keep calm and look how he run, how he's gonna shoot, and then I make my choice. What's your secret? Can you tell me your secret? I don't have a secret. I need it because I'm gonna take a penalty in a few minutes. I just wait long, then I decide because I know I'm really fast. So for you, I think for you it's better to choose one corner and shoot hard because if you wait long, it's shit. To be honest, my first talent is a little bit freestyle skills and Canyo, you know. But the second thing is I was a very good goalkeeper. Yeah. So I want to challenge you after me that you can try to score. Okay, we'll see. It will be good. But I'm sure I'm gonna score. Okay, het is tijd om een penalty te gaan nemen bij de one and only André Onana. Ik moet zeggen, ik begin wel een beetje nerveus te worden. Pressure begint omhoog te komen.
Maar we zijn getraind en er klaar voor. Als je deze wilt winnen, de handschoenen van André Onana. Wat je moet doen is heel simpel. Je moet geabonneerd zijn, like deze video en laat in de comments achter waarom jij deze handschoenen verdient. Ik ga zo meteen een penalty schieten bij André. André is goed in penalties, hè? Nog een tipje van mij? Als de linkerkant niet zo goed. Niets van mij. Oké. Kan je ook een bal schieten eigenlijk? Dat is het meeste probleem toch altijd, hè? Bij mij is zeg maar, als je 5 keer kijkt, dan denk je 2 keer van, nou, ik heb wel goed schot. En ja? 3 keer denk je van, je moet meer trainen. Okay. Ik hoop dat vandaag die eerste twee, ik dat voor elkaar krijg. Maar jij bent goed, toch? Je komt hier met Louis slippers. Hey, joh, gaat goed deze dag, hè? Niet klagen, hoor. Wil je niet eentje nemen, zo? Bij hem? Ja. Man, bij hem, ik score altijd, hoor. Dat is niet meer leuk. Ja, maar als je het zegt, moet je ook laten zien. Ik ga voor jou nog een bloed voeten nemen, maar dan ga ik scoren. Ja? I'm ready, man. I wait for a long time. Yeah, totally. So, and I think if I wait a long time, it's difficult for you. Yeah. You don't like this, huh? It's good. Okay. Wat zei je tegen? Zei tegen, ga naar die hoek. Maar geloofde mij. Laat je schoon. Maar geloofde mij niet. Je hebt nog voor gezegd. Ja, toch? He told you to go there and you didn't go. Oh! Hij wil niet luisteren. If you look, I'm gonna wait. If you don't look, I go earlier. And if I go earlier. Okay, let's try something. 90% they go there. Okay, Lee. Shoot there. Yeah. And don't look to me. Okay. Okay, dus wat hij zegt is, ik moet gewoon keihard links schieten. En normaal gesproken, als ik niet zeg maar lang wacht en niet kijk, dan gaat hij die kant op. Want meestal als je met rechts schiet, ga je ook die kant op. En dat klopt ook. Hard, ja. If you play against me, if you are head, go down. But now you told your secret. How are you going to take penalty? It's easy. Yeah? It's easy, don't worry. I have so many secrets, my friend. Okay. I will wear the gloves of Zoot and try to get the ball from you. Because when I see the way you run, in the beginning you wanted to shoot there. Then you wait long and you change. Yeah. That's true, no? Yeah, that's true. I look your position, I look how you know, I try to look everything. No, I'm not gonna shoot hard, but you're not gonna take it because. Yeah. You want one more? One more? Yeah. You know what Hakim said? No. Hakim said without shoes, he's gonna score a penalty against you. How? Without shoes. But he wanna shoot, eh? Gruwelijk. Next time someone like you, I don't look. Because all keepers think like that. I don't look, but not when I come and then I do. Yeah. But then you go, then you go. Most of the time the goalkeeper are going early. And if one thing, if you look to me and I'm not going, just try to shoot down. Yeah. And you stand. Hey, dit zijn wel echt hele vette tips van Onana.
Misschien als je als keeper nu aan het kijken bent, kan je hier heel veel van leren. Hakim gaat schieten zonder schoenen. Hij gaat keepen zonder handschoenen. Je thought I gotta shoot there, hè? Ik vond dit echt een super challenge om te doen. En eerlijk, ik heb het niet gehaald. Ik moest binnen een week 7 penalties scoren. En wat heb ik gedaan? Ik heb 7 penalties genomen. Ik heb gemist bij Jeroen Zoet van PSV. Ik heb gescoord bij Bizot van AZ. Ik heb gescoord bij Kenneth Vermeer van Feyenoord. Ik heb gemist bij Warne Haan van Heerenveen. Gescoord bij Sergio Pat van Groningen. Gescoord bij André Onana van Ajax. En gescoord bij Lamproe van Ajax. Dat betekent 5 goals, 2 keer gemist. En de week is voorbij. Ik heb tussendoor een beetje last gehad van mijn lies. Eerlijk, ik wil geen smoesjes verzinnen. Ja, het zijn smoesjes. Dus ik heb een paar dagen niet kunnen filmen. De week is voorbij. Er gaan nu wedstrijden aankomen. Dus ik kan ook niet meer naar een andere keeper. Dus ik moet mijn verlies nemen. Super vette challenge. Wil je dit nog een keer zien? Moet ik nog een keer een reeks doen met keepers? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer. Anders ben je geen voetballer meer. En ja man, laat die challenges binnenkomen. Ik vind het super vet dat jullie nadenken. En dat wordt beloond. Want je ziet het. Elke keer geven we een prijs weg. Peace.